Nou, voorheen hadden we hier in de stemvork aan weerszijden 6 opstelposities. Nu hebben we 5 opstelposities. Toen de tijd toen dit aangelegd werd, hadden we veel kleine toestellen. Toestellen zijn in de loop der tijd wat groter geworden. Ja, en daardoor was er meer behoefte aan wat grotere opstelposities. Vandaar de hele herinrichting van de depier. Dat betekent dat je van 6 bruggen terug moet naar 5 bruggen. Die hebben we ook allemaal vervangen. Dus alle bruggen die er nu staan, zijn allemaal nieuwe. En alle hydranten, dus de kerosine toevoer voor de vliegtuigen, is ook allemaal verschoven. De lijn die hier nog heel vaag zichtbaar is, dat is de grens van de oude vliegtuigopstelpositie, die oude FOP. Die ligt nu een heel aantal meters verschoven. Alle oude markeringen hebben we eraf moeten halen. En die is helemaal opnieuw weer aangebracht. Van tevoren krijgen de afhandelaar op welk type het is. Die toetsen ze in op het, in het systeem en dan komt hij daar op het scherm te staan, zodat de piloot, de vlieger, ook kan zien van hé, dit is het type toestel waar ik mee vlieg. Dus ik ga eigenlijk ook netjes op de juiste stopstreep tot stilstand voor. En dat ging buitengewoon. Hij is precies gestopt daar waar hij moet stoppen. Deze moet op stopstreepje 9 komen te staan en daar staat hij ook op. De brug is ook niks aangesloten. Dus de passagiers die kunnen er alweer uit. Ik heb geen klagen. Oké. Oké. Oké, go ahead.